Voor fietsers is er een route van 90 kilometer door Weert en omgeving die de contouren van het gewaardeerde Graaf van Hoornenpad volgt. Het Graaf van Hoornenpad doorkruist verschillende natuurgebieden en kerkdorpen rondom Weert in een zeer afwisselend landschap. De naam van het Graaf van Hoornenpad verwijst naar de bekende Graaf Philips de Montmorency, ook wel de Graaf van Hoornen genoemd. Hij maakt deel uit van de rijke historie van Weert. Hij behoorde tot de hoge adel en werd in 1568 op de markt in Brussel onthoofd. Een van de natuurgebieden waar het Graaf van Hoornenpad doorgaat is het Weerterbos. Dit bos ligt zowel in de gemeente Weert als in de gemeente Nederweert. Het wordt beheerd door Stichting Het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. Onderweg kan men genieten van een kopje koffie en heerlijke Limburgse vlaai. Het IJzerenmangebied maakt deel uit van natuurgebied Kempenbroek, een grensoverschrijdend landschap dat gekenmerkt wordt door een aaneenschakeling van natuurgebieden. De route komt ook langs het Blauwe Meertje dat ontstaan is door zandwinning. In de zomer kan hier gezwommen worden en er is horeca aanwezig. Het gebied wordt nog verder ontwikkeld. Zo is er ook een kunstmatige heuvel aangelegd, de Kuipersberg genoemd. Van 7 meter hoog waar men een prachtig uitzicht heeft over de natuur. Het Graaf van Hoornenpad steekt ook de grens met België over en gaat onder andere door het prachtige natuurgebied Het Smeedshof. Dit ligt in de Belgische gemeente Bocholt en is eigendom van Natuurpunt. Het Smeedshof kenmerkt zich door bossen, moerassen, weilanden en beken. Kom ook het Graaf van Hoornenpad fietsen en ontdek de vele mooie plekjes die de omgeving van Weert rijk is. De route is in meerdere etappes te fietsen.